Marion van Stoomautorunners. Ik ben Ger van Door Dik en Dun. Stoomautorunners en Door Dik en Dun zijn allebei groepen die meedoen aan de Europa Run. Ja, de Door Dik en Dun gaat nu voor de 23e keer mee. Dus wij gaan van de 26 jaar gaan we er al 23 jaar mee. 8, 9 en 10 juni, is het zover? Zijn jullie al aan het trainen? Ja, wij zijn volop aan het trainen. Afgelopen weekend een proefrun gehad en dat ging goed. Als mensen willen komen kijken, welke doorkomsten in Steenbergen zijn er allemaal? Nou, normaal gesproken is het hier dit gedeelte wat eigenlijk het meeste publiek trekt. We zijn vandaag op de Mini-Roper in 2019 in de gemeente Steenbergen. U bent een sportcoach. Burgemeester, waarom is een sportcoach zo belangrijk? Nou, sowieso is het heel belangrijk om de kinderen te motiveren om te blijven sporten. Want dat is denk ik een van onze grootste opgaves. Kinderen zijn heel veel met de telefoon bezig en met de computer. Maar buitenspelen is veel belangrijker, zoals je weet. We hebben sowieso heel veel naschoolse activiteiten, sportclinics op de scholen. We geven gymlessen op de scholen. Grootschalige activiteiten zoals dit. Ook werken wij op de scholen met Short Sportief, waar kinderen kunnen proeven bij verschillende verenigingen. En zo worden nog honderden activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Dus eigenlijk heel breed. Wat kunnen ze vandaag allemaal doen? Nou, zoals je ziet, er zijn verschillende springkussen, verschillende spellen. Maar de hoofdact is natuurlijk de run, eigenlijk voor het goede doel. En die is op de vergaafgelaan. We gaan van 10 naar 9. We gaan van 8 naar 7. We gaan van 6 naar 9.